Zo, daar zit hij dan nog steeds in zijn celletje. Ja, je kan wel proberen eruit te komen, maar dan ga je toch niet lukken. Je kan alles proberen, het lukt je niet. Ja, probeer het maar, lukt je niet. Ara, toen wij in het gebied waren waar we deze man vonden, zag ik ook een grot. En ik ben best wel benieuwd wat daar zit. Maar we kunnen hem hier niet alleen achterlaten, dat is het probleem. Jerry en Jelmer, zouden jullie hem willen bewaken? Wij houden wel wacht bij. En noteer alles wat hij doet. Als hij een geluidje maakt, of hij beweegt, of hij gaat zitten, dingen gooien, spugen, wat dan ook. Hou alles in de gaten. Wat een onbeschoft beest ben jij. Gadverdamme. Gadverdamme. Jongens, hou hem goed in de gaten. Dit is niet normaal. Dus noteer alles. En wees maar niet al te lief voor hem. Wees maar niet al te lief voor hem. Ara, laten wij onderweg gaan. Jongens, ik vertrouw op jullie dat jullie dit goed doen. Ja, geef voedsel geven tot de tijd. Laat hem maar verongeren. Inderdaad. Niks geven. Goed, Ara, wij gaan terug naar het gebied. Want ik ben echt benieuwd wat daar te zien is. Want heb jij die cave er ook gezien? Hey, ik, eerlijk gezegd, ik heb zelf, toen we daar waren, niks gezien. Of heb ik me dit nou verbeeld? Nee, ik heb me dit niet verbeeld, nee. Want toen we daar... Toen zijn jullie allemaal zeg maar naar de huisjes gegaan om uiteindelijk op te blazen, ja? Dat klopt toch? Ja, en toen stond ik daar bij een berg. En daar zag ik een ingang. Alleen, het kan een vals alarm zijn, maar ik wil weten wat daar is. Want hij praat niet, we hebben een raar boek van hem gehad, noem maar op. Er moet nog wat zijn, anders had hij wel gepraat. Nou, precies, dat denk ik dus ook. En ik neem jou hiervoor mee, aangezien jij bent toch mijn rechterhand. En die twee bewakers, hij heeft gewoon echt twee bewakers nodig, want het is echt een raar wezen. Ik bedoel, het praat niet, het is zeer agressief. Het is vies, het stinkt. En ja, ik stinkt het hier anders. Ja, maar ja, en ik kan hier natuurlijk ook niet alleen naartoe, want je weet niet wat hier nog meer zit. Dus jij gaat natuurlijk maar voorop. Volgens mij achter deze berg ergens zit ergens rechts, als ik me niet vergis, dat hier ergens een cave. Hier. Ja, hier nog iets verder. Oh, volgens mij zie ik wat. Dit? Ja, kijk. Dit bedoel ik dus. Wat zei je? Ja, mooi. Oké, goed. Ik ga voorop. Ja, wat is dit hier rechts? Wat is dit? Ik weet niet. Het is een kamer. Een hele kleine cel lijkt het wel. Ik zit. Zou dit zijn slaapplek zijn of zo? Ik weet niet. Ga jij maar voorop. We kunnen verder naar beneden. Dus. Ja, ik loop achter je. Wow. Die pumpkins, dat ziet er gevaarlijk uit. Ik weet niet. Welke kant gaan we op rechts of links? Ik zeg zelf. Het zijn allemaal pumpkins. We gaan naar rechts. Oké, maar kijk goed uit. Wacht, hier kunnen we ook heen. Wat is dit? Ik heb hier wat. Oh, het loopt hier weer dood. Ik heb hier weer wat gevonden. Huh? Die loopt ook dood? Hier zo. Huh? Dan ga je een tussenstop. Hij toch Cosmo, hij is ontsnapt. Hij is ontsnapt? Jongens, ik... Hoe kan hij ontsnapt zijn? Hij had een uitweg gevonden. Foxy, ik stel voor, jij gaat terug naar dit gebied, ik blijf hier. Ik moet mee terug, dit kan niet, ik moet mee terug. Okay. Ik kan hier niet alleen achterblijven. Dan. Hoe kan hij ontsnappen, jongens? Ja, hij deed van de truc of zo, toen hij door de hills. Jerry? Ja? Kan hij nou ontsnappen? Ik bedoel, ik ken je lang dan vandaag. Wat hebben jullie gedaan? We proberen ons te slaan, ik ging opzij. En waar is hij nu? Waar is hij nu, jongens? Ik ben hem kwijt. Hij loopt bij de markt. Oké, als jullie hem zien, hou hem tegen. Zorg maar gewoon weer dat hij terugkomt. Ik weet het op dit moment niet. Ik weet niet, door. Stop hem in ieder geval in een huis waar hij sowieso niet uit kan. Daar komen we nu er aangerend. Hij loopt naar de poort, dan komen we daar tegen. We lopen recht op de markt. Is dit hem? Ja. Hier heb je hem. Stop! Waar gaat hij heen? Niet. Jongens, ren erachteraan. Probeer hem tegen te houden. Jongens, snel. Kom, hij verdwijnt uit het zicht, jongens. Jongens, kom op. Sneller. We raken hem kwijt, jongens. Kom op, sneller.